Zoals al aangegeven zijn Reynards listen vooral verbaal. De verteller karakteriseert hem als de meester van de schone talen, van mooie, maar loze woorden. Meer dan eens kan Reynard de andere dieren verleiden met zijn mooie praatjes. En hoewel ze allemaal weten dat hij niet te vertrouwen is, laten ze zich stuk voor stuk om de tuin leiden, vaak met kwalijke gevolgen. Reden genoeg. Om wat dieper in te gaan op de manier waarop Reynard zijn list opzet. Als Brun de Beer Reynard beveelt met hem mee te komen naar het Hof, reageert de Vos door te zeggen dat hij daar al wel aangekomen zou zijn als zijn laatste maaltijd hem niet zo slecht was bekomen. Brun wil weten wat Reynard dan gegeten heeft. Here Brun, ik had kranke haven, zegt de Vos. Arme man dat er nest geen graven. Dat mocht ik bij mij wel weten. Wie, arme lieden, wie moeten eten? Hadden we raad dat we noden aten? Goeder verser honingraten heb ik koeverardig rood. Die moet ik eten door de nood als ik el niet mag gewinnen. Heer Brun, ik had waardeloos voedsel. Een arm man is geen graaf. Dat kun je aan mij goed merken. Wij arme lieden, wij moeten eten wat we liever niet zouden eten als we er iets op wisten. Van goede verse honingraten heb ik een grote voorraad en die moet ik uit noodzaak eten als ik niets anders kan krijgen. De beer is stom verbaasd. Honingraten zijn toch juist ontzettend lekker? Maar Reiner doet alsof hij dat niet gelooft en wakkert op die manier de vraatzucht van de beer nog meer aan. Het water loopt Brun in de mond. Hij en Reinhard gooien het op een akkoordje. Brun zal Reynard aan het hof steunen als Reynard hem de weg wijst naar de boom waarin de honing zou zitten. Maar helaas voor Brun blijkt dit een valstrik. Hij komt met zijn hoofd vast te zitten in de boom en is zo'n makkelijke prooi voor de dorpelingen, die allemaal wel een stukje beer willen. Brun. Kan zich pas uit de boom bevrijden na een enorm pak slaag waarbij hij een oor verliest en het vel van zijn wangen en zijn voorpoten. Het feit dat Bruun zomaar alles gelooft wat Reinhard hem voorspiegelt. maakt dat hij misschien wel het meest naïeve personage is in heel het verhaal. Van begin tot eind reageert de beer op primaire wijze. zonder enige achterdocht. De misleiding van het koningspaar gaat veel moeizamer. Wanneer Reynard uiteindelijk aan het Hof ter dood wordt veroordeeld, doet de verteller een opmerkelijke uitspraak. Hij kondigt aan dat Reynard nu zijn grootste leugen zal vertellen en dat hij zijn vader en zijn neef Grimbeert daarbij zal betrekken. Die leugen is natuurlijk Reynard's verhaal over de mysterieuze schat en de samenzwering tegen koning Nol. De koning en de koningin tonen onmiddellijk interesse in het schat en nemen Reynard apart. De vos weigert meer te vertellen. Hij gaat toch niemand rijk maken die hem netter dood heeft veroordeeld? De koningin bemiddelt. Als ze de schat krijgen, zal de koning Reynard vergeven en in leven laten. Maar dan moet de vos zijn verdere leven wel deugzaam en trouw zijn. Reynard gaat niet onmiddellijk akkoord en herformuleert de voorwaarden. Als de koning belooft dat hij hem alles zal vergeven en zal steunen. Dan zal Reinhard zijn schat afstaan. De koning aarzelt nog. Reinhard is altijd een leugenaar geweest. Waarom zou hij dan nu de waarheid spreken? Daarop zegt de koningin dat hij nu ongetwijfeld betrouwbaar is, want anders zou hij nooit zijn vader en zijn neef van samenzwering beschuldigd hebben. Het plannetje van Reinhard komt dus uit. De koning besluit het advies van zijn vrouw te volgen. Maar waarschuwt Reinhard dat hij nooit meer iets slechts mag doen. De vos antwoordt dat hij dwaas zou zijn als hij dat niet zou beloven. Daarop vergeeft de koning hem en Reinhard's list is gelukt. Deze confrontatie is veel ingewikkelder dan de vorige en heel zorgvuldig voorbereid. Zijn tegenstanders, met name de koning, geloven niet zomaar alles wat hij zegt en willen garanties voor ze een pact sluiten. Maar de uitkomst is hetzelfde. Reynard wint. De subtiliteit en de speelsheid van Reynards woorden zijn onderdeel van een vertelstijl die op allerlei manieren heel opmerkelijk is. De auteur houdt namelijk van beeldend vertellen. Zie bijvoorbeeld de manier waarop hij de dorpelingen beschrijft die Brun komen mishandelen. Ze zijn gewapend met bezems, dorsvlegels, mestvorken, spinrokken, een kruisstaf, een kerkvaandel, een bijl, scherpe stokken, een lode bal aan een koord enzovoort. Enzovoort. Ze heten Lotram Langvoet, Lutmoer met de lange nezen of Hugelijn met de kromme benen. Ze mishandelen hem op alle mogelijke manieren, waarbij hij moet urineren van de pijn. Ze vechten zelfs om één van zijn teelballen. Dit beeldende karakter komt niet alleen naar voren in grote scènes, maar ook in kleine details. Zo ligt Reynard als Brun bij zijn kasteel aankomt niet zomaar ergens te slapen, maar op zijn geliefde plekje, omdat daar de zon zo heerlijk schijnt. Ook zegt Isenigrain dat zelfs als al het laken dat men te Gent maakt, perkament zou zijn, en nog niet genoeg schrijfmateriaal zou zijn om Reynards misdaden te noteren. En wanneer Grimbeert vertelt over de samenzwering aan Hermeline, Reynards vrouw, gebeurt dat enkel omdat hij van Wienen en Lettel dronken was. Een beetje tipsy dus. De auteur speelt ook graag met dubbelzinnigheden. Zo laat hij iets in grijn zeggen dat Reinhard de wolfin heeft verhoord, wat zowel verkracht kan betekenen als terwille is geweest. En als Grimbeert over deze situatie spreekt, zegt hij dat de wolfin skierig genezen was, wat zowel kan betekenen dat ze snel weer beter was als dat ze snel klaar kwam. De grootste dubbelzinnigheid in de tekst ligt echter in de hoofdpersoon, en die verdient ter afsluiting aparte aandacht.